De docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving op Maat is een opleiding voor kunstenaars en vormgevers die graag een stap willen zetten naar richting het onderwijs en educatie. Die naast hun eigen beroepspraktijk graag zich verder door willen ontwikkelen en dat in 2 jaar willen doen. Wij helpen ze hier in 2 jaar na te denken en te oefenen in docentschap. En dat is echt hands-on. Hoe bereid je een les voor? Hoe geef je een stageplan vorm? Je krijgt uitgebreide stages. De opleiding is zo opgebouwd dat er lessen zijn op dinsdag en vrijdag. En dat de stage ook op die 2 dagen plaatsvindt. Dus in feite ben je 2 dagen aan het studeren op de academie. En op dinsdag vindt er vooral lessen plaats. Wat meer theorie, filosofie, educatie, ontwikkelingspsychologie. Zodat je echt voorbereid wordt op die lespraktijk. En van het beeldende stuk, dus van het maken, zeggen we, dat heb je al in de pocket. Ik wil het allebei graag doen. Ik vind het heel leuk om mijn praktijk mee te nemen naar de klas. Dus dingen over te brengen die ik goed kan. Digitale media en illustreren, maar ook schilderen, tekenen, concepten bedenken en dat samen met een klas te doen. Ik denk wel dat je, en dat is iets wat je ook hier op deze opleiding heel erg leert, heel veel kunt bespreken met kunst. En ik denk dat dat misschien wel de voornaamste reden is. Dat je gewoon taboes of laten we zeggen terrorisme, et cetera, kun je allemaal heel erg bespreekbaar maken met kunst. En dat, ja. Dat ligt me wel. De mensen die bij ons afstuderen, die hun diploma krijgen, dat noemen wij graag artist educators. Dus, dat zijn, dus daarin zie je dat en de artisticiteit, het kunstenaarschap, een belangrijke plek heeft naast het educatorschap. Het is echt gelijkwaardig vanuit de kunsten. Jij opent de deur naar de kunsten voor leerlingen. En dat betekent dat je goed op de hoogte moet zijn van wat er speelt, wat er nu aan de hand is in de kunst. Dat je leerlingen mee kunt nemen in die wondere wereld van de kunsten. Ik zie mezelf 2 of 3 dagen lesgeven en daarbij mijn eigen praktijk hebben als illustrator en animator. En dat op een leuke manier kunnen combineren. Wie weet plant ik wel helemaal niet in het onderwijs, maar dat geeft niet. En dat vind ik ook het mooie. Het geeft niet als ik niet in het onderwijs beland, want ja, ik ben als persoon gewoon veel rijker geworden en ik kan alles wat ik hier heb geleerd waar dan ook meenemen, want didactiek zit niet enkel in het onderwijs, dat is overal. Dus we zien het wel.